Hallo allemaal en welkom bij Fak TV aflevering nummer 84 alweer. Wat doen we vandaag? Vandaag gaan we ons focussen op een volgend archetype. Hè. We hebben er al 8 gehad, we hebben nog 4 te gaan. De caregiver hadden we beloofd, jongens. Zou je eens even toe kunnen lichten, de caregiver als archetype? Ja, zeker. Caregiver die draait natuurlijk als archetype volledig om bescherming, zorgen, verbonden zijn met elkaar, sfeer, harmonie. Dat zijn eigenlijk de kernwoorden voor mij. Oké. Ja. Is dat gelijk de belofte die gedaan wordt of niet? Nou, de belofte is dat je denk ik maximaal beschermd wordt, maximaal verzorgd wordt. En daar zit ook wel een beetje een ontwikkelingsding achter. Daar word je toch ook wel in ondersteund. Hè. Dus, ik vind een heel goed voorbeeld van een caregiving brand is Nivea. Ja. Je wil niet weten hoeveel... van die potjes er uiteindelijk op een babylijfje gaan, terwijl het opgroeit. Hè. Dat kind ontwikkelt zich. En ja, als ouder wil je in die hele periode die een aantal jaar duurt, wil je dat kind zo goed mogelijk beschermen, vertroetelen. Je symboliseert dat volgens mij ook door er ontzettend veel crème op te smeren, waarvan je je af kan vragen, joh, is zoveel nou wel nodig? Maar ja, dat is nodig, ja. Ja, nodig. Vanwege je eigen behoefte om voor andere mensen te zorgen. En ook de behoefte van anderen weer om verzorgd te worden. Hè. Vraag dat maar aan massagesalons, sauna's. Ik bedoel, dat is hun core business. Caregiving. Oké, okay, dus echt als je een idee of een merk hebt wat je wil uitdragen, zeg maar, ik wil echt even dat verzorgende, zeg maar. Dan zou je zeggen, dat is een goed uitgangspunt om dit archetype en daarop onbewust van mensen op aan te gaan spreken, zeg maar. Ja, nou heb je natuurlijk, we hebben een enorme zorgsector in dit land. Het is altijd heel verleidelijk om daar caregiving als archetype op te plakken. Maar dan krijg je heel snel weinig onderscheidend vermogen. Maar kan in allerlei domeinen. Ik bedoel, Volvo is er ook groot mee geworden. Hè. Ons is eigenlijk allemaal ingeprent dat Volvo de meest veilige auto is. Dat is ooit allemaal begonnen met het ontwikkelen van bijvoorbeeld de driepuntsgordel. Een Volvo zit nog steeds van binnen en van buiten volgens mij onder de airbags. Als je, op het moment dat je zeg maar, als consument valt voor Volvo, dan val je volgens mij 9 van de 10 keer voor het idee dat je heel veilig vervoerd gaat worden. En vooral ook dat je degene die bij jou in de auto zit, en je vrouw, je kinderen of je man als je zelf een vrouw bent natuurlijk, dat je die maximaal beschermt tijdens de autorit. Dat vind ik wel interessant. En daar spreken ze man op aan van, joh, je hebt een gezin en als je juist een Volvo kiest, dan pak je zeg maar het ultieme product om dat wat zo belangrijk voor jou is als het ware te beschermen. Ja, ja, want weet je, in elke auto kun je van A naar B, maar wil je het echt veilig doen, dan moet je een Volvo hebben. Dat is wel interessant en dat spreekt volgens mij best veel mensen aan. Ik kan me ook voorstellen dat er wel een valkuil in zit. Kun je die eens beschrijven? Ja, zeker is er een valkuil, hè? Want als je je maximaal in dienst stelt van anderen, als je zegt van ik ga je helemaal vertroetelen, je gaat niks tekort komen, ja, hoeveel aandacht heb je dan nog voor jezelf? Mm-hmm. Soms te weinig, dat is de valkuil voor dit soort brands, is dat ze zich te veel opofferen. En dan komt vaak je verdienmodel in de knoei. Je ziet vooral bij startups die dit archetype kiezen dat hun business model wel eens heel erg slecht is. Ze doen heel erg vanuit de overtuiging om klanten maximaal te helpen, te ondersteunen. En vergeten dan soms zichzelf een beetje. Okay, en komen dan achter dat ze eigenlijk helemaal niet genoeg verdienen. Het is misschien ook wel wat je, als je kijkt nu naar de zorgsector. En er is een hele discussie gaande over de salariering daarin. Ja. Het is typisch zo'n beroep wat je zo vanuit je overtuiging doet. Hè? Je wil graag andere mensen verder helpen, ze beschermen, verzorgen, beter maken. Dat je eigenlijk je eigen boterham dreigt te vergeten. En je bent bereid dat te doen, misschien wel voor een te laag salaris. Je verliest je een beetje dat je jezelf kunt verliezen, zeg maar, dat je dat maar amper in de gaten hebt, is gewoon niet goed voor jou. Dus niet goed voor jou als persoon, maar het kan dus ook vanuit je merk een grote valkuil zijn. Dus ja, maar ik ben echt alleen maar bezig om die klant te helpen, maar uiteindelijk... voegt het voor mij weinig toe. Okay. Ja, kijk maar naar je eigen moeder. Ik bedoel, vaak zit daar een soort van caregiving functie natuurlijk naar de kinderen in. Maar ja, wie zorgt er voor je moeder? Hè? Goed punt. Ik moet er even bellen. Ja, ik zou maar eens beginnen met een keer wat liefde terug te geven, goed luiten. Gaan we dat? Nou, dankjewel. Je ziet dat toch, leer ik nou ook weer op dit soort dingen weer wat bij. Nou, interessant. Ik ga een beetje meer caregiver ontwikkelen, heb ik al wel gemerkt. Ja, nou, veel succes. Dankjewel. Was het dat of heb je nog iets toe te voegen of zeggen nee, volgens mij is het wel helder zo? Nou, weet je, ik vind het een vrij helder archetype. Hè? Dat is heel goed herkenbaar, volgens mij.
Oké, nou, dankjewel daarvoor. Mocht je nou vragen hebben, dan verschijnt hier een e-mailadres, kun je mailen, naartoe mailen. En dan gaan we weer een volgende behandelen. Welke wil je de volgende keer doen, Joris? Dan kijk ik even op mijn lijstje. Ik stel voor dat jij... Nou, je mag zelf kiezen uit de Magician, de Creator of the Everyman. Ga ik voor de Magician. Mooi, gaan we het daarover hebben volgende keer. Voor nu, bedankt voor het kijken en tot ziens. Doei doei. Doei.